ijsblokken, die mediums. Die zijn heel gevaarlijk, die bijen. Ja. Wat zijn de mandatory targets hier? Ik heb hem net gemist. Even kijken. Oh wacht, kan ik trouwens ook hier zijn. Kut zeg. Mandatory targets zijn soft en medium. Zo zijn soft, soft. Super, super soft, soft medium, soft, soft, super soft. Ja, ik kan me kwalificeren op soft, zalig. Dan heb ik nog een soft in de race en eventueel nog heel veel super softs voor in de race. Load Steam Workshop. Nee. Malaysia. 6-5 wings? Nah. De boete. We'll make the changes you requested. They'll be like a rubber out on the track. Die softs knallen. Dat we hoeven werken, net zo het gaan rijden, nog niet. Sure. Er zit nog een Ferrari naar me. Ik zeg dat het 10 halen is. Oh. Zo. Dat is een hele boete. Je moet. Verenkeling niks leuk weten, hè? Ik kan helemaal niks, hè? Ik kan ook weer erop duiken. Het is wel typisch Tim, hè? Ik had verwacht dat dat toen. Nou, ik kan niet verwachten. Ik dacht machine camper nog. Op een letje gaan. Zoals ze het eigenlijk ook helemaal deed. Ik weet er niks weten en dan ben je steeds voor de deur. Waar is ze maar moeite? Als die andere in de boete zetten. Oh kut, we hebben vergeten de fuel aan te passen. Zo, nice! Boer. Echt pleuf, dubbel geur. Ik ook nog. tweede fase van de smaak is dan. Dubbel niet. Waarom is zo'n dubbel? Wat hebben de smaak? Ja, nou, dat is twee keer de smaak voor jezelf. Ik best wel laat remmen voor ik verkocht. Vandoor, hè? Ja, maar de eerste dat die dan nergens had. Ja. Sainz, jongen, wat een idioot! Ik heb geen benzine in de remmen. Dik niet! Ik knal vol op hem, ben je straks voor de wing kwijt. Verkanker!
Lekker bezig aan een rondje. Ai, ai, ai. Joh, dat is een smerige bocht, hè. Die twee aan naar de scherpe, dat zit wel goed. Dat is lastig, ja. Ja, en weer een rondje door die vis. Ga je best wel een mooie bochten. Het zijn zo. Ja, wel lopen hoor. Top. Nou, nog eens proberen. Uithuilen en nieuw beginnen. Oh, fuck. Ja, uithuilen en nieuw beginnen. Zet Olaf morgen uit. Ja. Zo zijn, ik moet het even lekker break checken. Oh, P3. Ja, ze is free ergens. Fucking langzaam wil ik een berggang. Ik heb een rondje van de Kijlkenberg. Zo, we zijn het. Hey, dat is gecrashed. Tjoh,
Wie zucht zich er allemaal zo snel, jong? Omdat ik nu de live TV feed heb aanstaan. Oh, de best jouw aan drieën. Joh, Jeff, ik weet dat wel. Oeh! Ik ben een wat is je op mijn stuur? Gewoon, ik ben nog helemaal niet zo het boost met dat denk ik allemaal. Je moest wel even heel erg bezig gaan met die band. Ja, ik ben bezig met mijn menu's. Maar godverdomme. Nee, ook niet. Ja, ik vind dat ik toch te veel overstuur heb eigenlijk. Dus? Stuk te veel dus... Ja, ik denk het. Ik heb het zin. Nou, dus dat betekent mega weer een moeite te gaan. Slap so far is a 140.8. Oh. First stand oefenen. Knal ik mij toch eventjes gaat voor ons weg. Ik heb hem echt voor de naast. Korte track, blijf uit. Ben dat niet eens keer? Ja, ik zei dat ze nu opgekrikt werden, ze zijn er binnen gevolgd. Ik moet wachten, ik mocht zelf in de boete. Ik daar vooruit mijn dingen de weg steed. Kom ze er binnen, ja. Nou, Rima, weg, ik ben binnen. Nu gaat ze me loslaten, ja. Moet ze die stuur naar links rijden, dus is ze me gestaan. Dus is me wegrijden. Zin in. Het roept je bandjes erop, jong. Voor de bandjes, ja, ja. Dat geeft er, dat geeft er. Snelle band. Nou, het is geen kwalis, hè, want ik heb helemaal fuel erin. Het is een first stint. Ja, trouwens, dat is weer te weinig fuel. Medium fuel gewoon. Super soft. Het schoon wel is super soft. Ja, dat was niet. Oh, zes met een moe. Op het stuur. Kijk, kijk of ik ga het net ken met die rode bandjes. Kijk of ik de Hamilton kan pakken. Hamilton, de hammer, ja. Nee, op de softs gezet, eigenlijk. Good.
Ja, jongen, heet het spoor, hè? Hier is een pulke weg. Op zich denk ik. Ja, dat zou goed kunnen, ja. Kom hoor. Thank you.
kunnen vinden tot nu toe. En van nu. Wat van? Ja, dat is de lessigste bocht. Dat is eigenlijk met afstand de lessigste bocht. Ik heb nog een vraag, jij kan ook lessig. Oh, maar dat kumpen. God. Ah, het ging zo lekker dat rondje. Dat baal ik dan zo in P3, dat is in ieder geval normaal. Ik wil zeggen, dat wordt gewoon een best goede lap, hè? Exit! Ik ook. Nice. Oeh, dat is wel slim. Ik vind het knap van dicht dat zich daar allemaal los is. Ja, ik zeg de mensen, resume racing, hè? Wat is er gebeurd? Yellow flag achter me. Oh, lukt er een even de baan. Och, dit is een doodler. Oh, die oordopjes die gaan bouwen zijn echt de kutste oordopjes hoor. Denk ze dat voor het kennen doen dat ik geen oordopjes heb doen? Nou, probeer maar eens met zo'n oordopjes. Met zo'n. Ja. Maar ik wel proberen even van de baan te raken. Nee, maar ik heb de full map ook over zo aan de linkerkant. Dus... En ik schrijf nog als een geil stipje, dus ik zie heel goed als er aan de hand is. Maar dan heb ik niet dubbel of zo. Nee. Heb ze nog een geluid op? Nice. Nee, oeps.
Oh, dat ligt wel heel in de baan nu. Wat heb je gedaan? Gewoon een hangen dingen bezig, godverdomme. Goh. Ja, het is goed. Best nog een desmaal. Ik denk dat we genoeg oefend hebben. Ik denk het ook. Ik retire wel. Ik wil toch op weg naar de pits. Retire from session. Alonso. Zoals ik al zei, rijkwaliteit kan ik niet verantwoorden. Ja, nee. Ik ga niet. Het werkt gaat. Ah, het liep toch 1-3, hè? Dus neem hem niet zo slecht. Ja, op zich, hè? Ah, Louis zit toch op de pace, hè? Kijk. Maar ik kan het gewoon proberen op softs. Oh, nou ja, hè? Een dikke seconde. Ja, maar op softs, hè? Pas op. Oh, dit moeten we snel skippen, anders komt het op YouTube en werd het geblokt. Oh, oh. Dat mag niet. Ja, denk wel, maar echt niet. Heel erg. Ik moet nog even audio levels check dan. Quali. Quali dan. Oké, ik heb soms wel een beetje druk, alleen maar wel alleen als ik schreeuw. Oh, zo dat maar eens even gaat van afhalen. 37 kilogram brandstof in de tank. Yo, raak je het goed? Kom zo achter de gang. Ik stel levels wel oké. Oké dan! Kijk, ik schiet. Wacht, mijn doel 3 jongens, die heeft ik in de weg. Ik ben benieuwd, het gaat lukken. Ik kan sowieso nog een verdedigende stint hier als laatste. Oh, dat leek hier trouwens. Tjo, het is avond. Avond, wouden wij in de groot. Hey, wieso best nu weer een witte stip moet sharen? Spark, dude. Goed, is ook wit nu. Ja, dat is verkeerd. Er moet geld zijn omdat we teammates zijn. Kut is mijn één poging dus, hè. Succes! Ja, het wordt ook echt wel. Ja! Sauber dat het de pits komt. Ik kan nog wel eens gedroeid in de uitgang gooien hier. Zeker Sauber. Ja, die zijn zo kut, hè. Kut en traag. Kutste team doet. Aan de kant, fucker!
Ja, nou heb ik weer een halve seconde gekost. Fuck daar. Oh, een stukje gras metgenomen. Stukje gras, ja, ik heb de eerste boven niet gevonden. Reske. Dit is wel een dikke action. Dat leeg is zo shit, hè? Ja. Zeg, wat goede exit hier. Dek exit, om een dek exit te nemen. Mwah. Ik weet niet of het moet zijn. Ik wou natuurlijk wel verpoor. Heeft hij nog? Ja, ik moet er nog aan blijven. En geen puurtje. Ja, ik gooi dat te sauber. Niet zo goed, maar nu ga je het erbij dus dat gaat absoluut zo. Dit is wel een race start set, dus kijk hoe... Ja, dat is eigenlijk Kevin Shelley. Dit ga je een stuk beter. Dat zei ik zo wel weer. Alonso zit P1. Klopt dat? Ik geloof dat eigenlijk niet. Kent u net. Nou, P4. Oké, dan. Maar dat is ook een extra setje, ja. Dus kunt u binnenkomen en nu bijna een setje bij erop schroeven. Kijk wie er met dat rondje geëet. P2? Oh, verandert de zaak. Maar ik ging op pol, hè? Dus ik mot al door. Dikke exit. In de laatste bocht nooit zo goed genomen hier. Schönes toch, exit. Delta is nog immer zeer, zeer slecht. Ze komt weer binnen. Zeer goed. Een grote step. Zie ik wat een Delta is met Hamilton. Den Tim is van den Aardbeer. Oh, dat scheelt weinig. Dat scheelt één honderdste.
Nee, dat zeg ik 1/10. 1/100. Ja, 1/100. Fucking hell. Oh kut, er is nog heel weinig tijd. Ging gauw goed. Kan je nog een rondje maken misschien? Tire select. Ah, ik stond zelfs in dubio, hè. Het is nu P2. Maar wel op de harde band, dus ja. Dat is op de harde band. Ah, nu is het op P3. SP en dan. Is het een fake? Ricciardo? Nee, dat. Godverdomme. Het is wel nep. Ik ben de allerlaatste in tiet geneerd, dadelijk. Want dat is nodig. Goed. Er zit nemen ze achter me. En dan is geen team meer om een lap te rijden dadelijk. Dus met het vallen van de vlag is er maar één lap te gaan. Weerlijn. Jongen, kan ik even op? P6. Oh my days! Kut weerlijn! Heb je frontwing gefuckt? Heb je gebreakjacked? Godverdomme, kut zauber. Second door. Zelfs zo kut, hè. Minor damage? Nog aan je frontwing, maat. Ja, ik zie nu weer een zauber uit, dus ik weet gewoon. Als ik nu een hotlap en dan zit ik in de wake van die kut vantage. Wat P7 bent. Ik heb best wel helder, dus ik moet nu wel echt verstand. Oké, okay, here we go, man. Oh, good. Ah, mix. Slechte bocht. Ah, damn it! Een exit! Kansen! Oh, wat is dit shit? Zo nu Jolly en Palmer fastest lap? Wat is er met het spel nou? Nee, we lap is plukt. Damn it! Nu klopt er helemaal niks meer van. Ah, nee, tegenstrijdige berichten. Ja, ik wil gewoon het eindscherm zijn dadelijk. Ik geloof het wel zo. Ik ging hem naar binnen. Ja, ik heb mijn laatste rondje toch een beetje verpest. En vooral bij de. Ja, ik ook. Ik heb hem ook verpest. Oh! De magische vraag in frontwing deed het weer. Hij is er gewoon weer opnieuw, hè? Het is ongelooflijk wat hier allemaal gebeurt. Het ganse spel is fucked up. Ik pak even het water, jong, dan kan ik misschien niet getrouwen. Oh, nu is het wel weer een P2.
Hola, die P2. Ja, er zit niet heel veel tijd tussen die tijden van Lewis Hamilton en de zieken. Maar waar pakt Lewis Hamilton dan de winst? Waar zien we dat terug? Nou, dat is lastig. Sector 2, dat zit ik helemaal niet wel. Wat? Huh? Is de tijden sneller dan die van Lewis? Dit spel is fucked up, dude! Wat is mis met dit spel? Bam. Ja? We komen eens even kijken wie raden is. Kom maar. Gaan we eens even naar... Ja. Ah, nu klopt het wel weer. Ja. Net al Lewis Hamilton een langzamer getiet dan ik, maar nu klopt het wel weer. Ah, het zit niet veel tussen. Oh, P6, die slaat, het klopt geen ruk van. Oké. Maar hij is P2, hola die. Ja, geen pole position voor de Ferraris. Nee, dat is waar, maar ik ga inderdaad nog P11, nu stond je eens P6, wat de hel? Okay. Ja, ik steek net ook P7 of zo, dat klopt er geen zak meer van. Nou ja, beter hebben we dat niet hebben, hè? Zal wel. Ja, we gaan racen. Klinkt goed. Oké, nou dan moet je...